Dank u wel. Dank u wel, Bernice. Dank u wel voor het delen. Dank u wel voor de welcome word. Wij vinden het altijd heel inspirerend op het moment dat mensen hun eigen verhalen en eigen ervaring met ons delen. Zo kunnen wij verder in de samenleving. Zo kunnen wij samen verder met instellingen en instituten om een beter en begrijpelijke samenleving van ons allen te maken. Graag wil ik nu de panelleden aan jullie voorstellen. Graag wil ik Dr. Barry Biekman, voorzitter van de landelijk platform Sleven Lijfverleden en wetenschapper, feminist, ex-politicus, mensenrechtenactivist, een moeder, een mentor. Ik kan niet stoppen met alle titels te benoemen, want ik heb hier ook heel vaak meegemaakt, ook als een jonge iemand, toen ik ook in mijn leerjaren waren. Wat mij altijd inspireerde, Barry Biekman, ik vraag me altijd af, hè. Je hebt zoveel ingezet voor dit thema. En welkom, dankjewel dat je hier ons een korte lezing wilt gaan geven. Maar voordat je begint, ik heb even een korte vraag aan u. Waar haal je je inspiratie vandaan? Zo lang, hoe hou je dat vol voor ons? Barry Biekman. Ja, hartelijk dank. Ik word nu geacht daar antwoord op te geven. Nou, kijk. Stel je zo voor dat ik niet gevraagd was vandaag. Dan was ik niet geïnspireerd. Dus, doordat ik gevraagd ben door jullie om jullie vandaag iets meer kennis en inzicht bij te brengen over reparatory justice, ben ik geïnspireerd geraakt. En iedere keer als ik gevraagd word, raak ik geïnspireerd. Dus, en een Pan-Afrikanist is iemand die altijd geïnspireerd is. Empowered is. Dus je zou kunnen zeggen, daar haal ik mijn inspiratie vandaan. Vooral als je merkt dat er toch progressie is. Het gaat wel langzaam, maar er is progressie. Dus, dankjewel. Dankjewel. Ja. Graag wil ik Baba Tarawali. Schrijver, denker, kolonist, bij Trouw, journalist, programmamaker en programmamanager. Baba heeft een aantal boeken geschreven, 3 boeken, met name De God met Blauwe Ogen in 2010, De Verloren Hand 2016. In zwart-wit denken in 2018. Baba, jij bent ook een inspirator voor mij, voor heel veel kinderen van Afrikaans komaf. Als ik je boeken lees, is mij altijd wat opvalt. Je hebt het altijd over de mensen die voor jou waren. Je hebt het altijd over de ancestors. Je hebt het altijd over voorouders. Wat betekent dat voor jou, Baba? Je bent nog steeds op mute, denk ik. Nou, allereerst goedenavond allemaal. En dankjewel, Mustafa, voor de introductie. En dankjewel dat u mij neerzet bij mevrouw Biekman en de heer Kunzigario. Vind ik fantastisch dat ik hier ook aan deel mag nemen. Waarom refereer ik altijd aan de voorouders, aan de ancestors. Ik heb boeken geschreven en ik zeg altijd, mijn boeken die ik schrijf, wat in de boek zit allemaal, zijn niet van mij. Het is inspiratie die ik kreeg van de mensen voor mij. De ancestors. Voor mij, voorouders. Omdat, als je dat vergelijkt met de westerse filosofie, je vergelijkt met de westerse denkers, we hebben altijd mensen aan wie we zeggen, zij hebben dat gedaan. Dat is van hen. En in mijn situatie zeg ik, het is heel moeilijk om te zeggen, deze Afrikaanse filosoof is de eigenaar van dit gedachte. Maar die gedachte is niet van ons. Het is van de mensen van ons. Zo zie ik het. En daarom ben ik hen dankbaar. Elke keer als ik mijn boek schrijf, refereer ik aan hen.
die voor mij waren, die mij hebben geïnspireerd om hier te zijn vandaag. En net als wat mevrouw Biekman zegt, we worden allemaal wijzer in de communicatie, wijzer in de discussie, wijzer in de stellingen die door straks gesteld. Dus ik ben benieuwd en ik hoop dat we gewoon een hele leuke discussie vandaag kunnen hebben. Dankjewel. Dankjewel, Baba. Heel fijn, heel fijn. Quizzy is, is onderweg. Hij is een beetje vertraagd. Hij zou in elk moment binnenkomen. Zodra hij binnenkomt, zal ik hem ook voorstellen in zijn aanwezigheid. En ook een korte vraag aan hem stellen, zodat hij daar ook een korte antwoord en korte toelichting kan geven. Fijn dat wij allemaal hier zijn. Ik wil nu heel kort het programma met jullie doornemen. Wij gaan een korte lezing krijgen van Dr. Barry Biekman. Die neemt ons mee over de leed en over de context van de Durban Declaratie en platform in of for action. Die kan ons daar ook meenemen. Ik vraag jullie graag jullie aandacht, zodat als jullie vragen daarbij hebben, kun je die in de chat zetten. Dan kunnen wij ook met elkaar een fijn en productief discussie en gesprek hier hebben. Deze panelgesprek heeft een vorm van vragenstelling. Wij hebben een aantal vragen dat wij graag aan de panelleden straks willen kan stellen. En ook twee of drie stellingen dat ze daar met elkaar ook in gesprek zou kunnen gaan. Ik nodig jullie ook allemaal uit die jullie aan het kijken zijn vanuit, via Facebook of via Zoom. Als je vragen hebt, kan je dat in de chat zetten. Mijn collega Cheryl die houdt dat in de gaten op het moment dat vragen binnenkomen. Kunnen wij ook aan de panelleden vragen. Voel je vrij om je eigen inbreng ook te geven. En voel je vrij om je verhalen met ons te delen. En daarna, op het moment dat de gesprekken of de vragen of de stellingen besproken zijn, dan hebben wij één of twee momenten dat wij stil willen staan richting de toekomst. Waar wij ook de panelleden kunnen vragen om een kleine bijdrage te geven richting de toekomst, richting de generatie die deze thema ook zou kunnen kan oppakken. Dus dat is de vorm dat deze gesprek vanavond kan hebben. Nogmaals, dank jullie wel. Fijn dat wij allemaal hier zijn. Wil ik Dr. Biekman het woord geven om onze de lezing te voorzien. Dan ga ik stoppen met mijn screen sharing. Volgens mij heeft ze wel een PowerPoint. Heel veel plezier. Ja, ik heb begrepen dat er een heleboel mensen binnen aan het komen zijn, maar dat er staat dat het 10:12 is. Dus er is kennelijk een link, iets niet in orde. Krijgen ze te zien dat het 10:12 is? Of? De technische dienst gaat dat oplossen. Ja. We hebben ook een aantal links gedeeld via de chat. Dus ik zou 10:12 plaatsvinden graag. Oké, waarschijnlijk hebben ze de verkeerde link. Maar we zouden zorgen dat goed komt. Oké, is goed. Dankjewel. Dan groet ik iedereen. En ik begin. Ik moet natuurlijk, hoe heet het, toegelaten worden, hè? Ja, dat ben jij ook. Ja, oké. Okay. Even organiseren. Ja, ik groet iedereen en ik begin met een dankwoord aan de organisatoren. Voor, hoe heet het, voor het uitnodigen om deze lezing te verzorgen. Maar ik moet natuurlijk eerst aan het begin van mijn PowerPoint-presentatie. Dus ik ga even eruit weer. Ik ga even eruit om het aan het begin te kunnen zetten. Ja.
Nou, ik heb volgens mij het kader goed aangegeven, hè? Internationale Mensenrechtendag. De context is Durban Declaration en Program of Action. Maar ik heb er iets meer van gemaakt en het wordt georganiseerd door uw organisatie. Ik heb als inhoud een aantal noties vooraf. Het begrippenkader reparations, het gaat over immateriële reparations, waarbij ik heb gedacht om het begrippenkader met u door te nemen, omdat het ook heel belangrijk is. Meestal als men praat over reparations, denkt men direct aan geld en heeft men andere contexten in gedachten. Het begrip manca missi heb ik wil ik apart toelichten. En de uitgangspunten en definities van reparations. En daar wil ik het belang met u samen nader beschouwen. Het kader en format. Wat ik gedaan heb, ik heb geprobeerd om direct iets te kunnen doen in het kader van een kader, een format voor Nederlandse consumptie of productie. En de positie van het landelijk platform Slavernijverleden ten aanzien van die immateriële reparations. En mij was gevraagd om inderdaad in te zoomen op de Durban Declaration en Program of Action. Tijdens mijn vorige editie, lezing, ben ik heel uitgebreid ingegaan op van Durban tot het VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Maar belangrijk is om in ieder geval te weten dat de Durban Declaration en Program of Action, dat is de verklaring die is uitgegeven op 8 september, 8, 9 september 2001, in het kader van de derde Wereld Antiracisme Conferentie. Vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid. Deze VN-Wereld Durban-conferentie is een heel groot probleem geweest om het te organiseren, heb ik de vorige keer ook uitgelegd. Vanwege het probleem, het punt van reparations. Het was de eerste keer na zoveel jaar van de wereldconferenties, de 60er jaren, dat de transatlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme op de agenda zou staan. En de Afrikaanse gemeenschap wilde geen enkel internationale gemeenschap, wilde geen enkele risico lopen dat er niet over reparatory justice gesproken zou worden. Of dat het niet in de, hoe heet het, in de verklaring terecht zou komen. Durban Declaration en Program of Action, heel groot goed uitgangspunt. Voor de neerslag van reparations. Het VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst, ongeveer 10, 15 jaren, wat was het in 2015? Dus daar hebben we het over ongeveer 15, 16 jaar na datum. Is het gevolg van het feit dat de Durban Declaration, het programma van actie, dat er geen politieke wil was om het te implementeren. En de internet, de declaration of de resolutie voor het International VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst is de DDPA, of afgekort, is herbevestigd. En daarin zijn er ook paragrafen vastgelegd voor de uitvoering van het reparation-gedeelte. En daar hebben we het natuurlijk ook over die VN-resoluties. Heel veel VN-resoluties zijn er daarna verschenen. Europese Unie-resoluties. En belangrijke notie vandaag is dat ik ook iets met u ga doen op het gebied van theoretisch kader. U ziet LPS, Landelijk Platform Slavernijverleden, heeft een Reparation Commission. Die Reparation Commission is aangesloten bij INNOSAR, is aangesloten bij NGOCAR. NGOCAR is het Europees NGO Coalition Council for African Reparations. En NGOCAR is aangesloten bij PARCU, dat is de
Pan-African Council for Reparations. En dan hebben we de INNOSAR, dat is die de wetenschappelijke poot, waar die is aan, die door een, waar de coördinatie bij een universiteit ligt in Engeland. En waar scholars, experts in zitting hebben. En om de zoveel tijd bijeenkomen om wat wetenswaardigheden, theoretische en nieuwigheden aan elkaar te vertellen. En December 12 Movement is een hele belangrijke organisatie die in Durban bijvoorbeeld het voortouw nam onder de titel Durban 400. Heel belangrijke organisatie geweest die de mensen bij elkaar heeft gebracht en eigenlijk de coördinatie voerde. Op grond waarvan we kunnen zeggen het is succesvol geweest, omdat die Durban Declaration and Program of Action datgene in artikelen en paragrafen heeft ingebracht die we gedurende een jaar voor die Durban Declaration waarvoor hebben gelobbyd. Dus dat enkele noties vooraf. Wat kan ik meer zeggen? Ja, ik heb als uitgangspunt genomen African Reparations. Nou, ik begrippenkader ga ik nu met u nader beschouwen. U heeft wel eens gehoord Black Holocaust. Om die African Black Holocaust en de MAVA te omschrijven. Te betitelen. En misschien een anekdote. Ik was in, ik dacht in 1999 of 2000 waren we in Curaçao voor een fact-finding missie. En daar waren een aantal ministeries van Nederland betrokken. Stichting Leerplanontwikkeling en een paar organisaties, ook en universiteiten en organisaties in Curaçao. Althans van die zes Caribische gebieden. En toen een van onze panelleden van Curaçao bij de omschrijving van wat Afrikanen is overkomen, het woord Holocaust gebruikte, was er gelijk paniek in de tent. Er was ruzie in de tent, zou je bijna kunnen zeggen. Omdat er daar een Joodse directeur zat die het verschrikkelijk vond dat begrip Holocaust werd gebruikt voor de, laten we zeggen, Holocaust van de slavernij. En wij begrepen er niets van, omdat we altijd het zo hebben genoemd. Of MAVA, of Black, of African Black Holocaust. Totdat we, en toen was er een schorsing in de tent, om de gemoederen te bedaren. En je moet je voorstellen, de top van Nederland, van de Nederlandse ministeries waren daar, was daar. En er werd natuurlijk ook gehuild, omdat we ons niet konden voorstellen dat mensen zo vreselijk heftig konden reageren, omdat het begrip Holocaust werd gebruikt om de transatlantische slavenhandelslaven en kolonisten te stipuleren. Doordat we zagen, toen kwamen we, dus het was pauze, we gingen met een bus naar Cura Hollanda. Toen kwamen we binnen, toen zagen we een heel groot bord, African of Black Holocaust, Martin Luther King. Iedereen zag het. Ik had een beetje een gerust hart, want ik dacht, en nu houden jullie alsjeblieft op. Ik dacht, en nu houden jullie alsjeblieft. Er is weer iemand die binnen probeert te komen, maar niet binnen kan komen. Nu is er tenminste een grootheid die dat heeft gebruikt. Ik denk dat Martin Luther King dit woord misschien als eerste heeft gebruikt.
Maar wat gebeurt er vervolgens? Misschien is het goed dat dat was gebeurd. En uiteraard was er een soort wrijving, een soort, ja, we hadden zoiets van, ja, daar hoef je nog niet zo heftig te reageren. Tot we ons meer gingen verdiepen in wat eigenlijk het beste begrip is om de transatlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme te omschrijven. En dus Black Holocaust, African Black Holocaust, MAVA. Volgens professor Maulana Karenga is de beste term voor de belevenissen en ervaringen door Afrika en Afrikanen inderdaad niet het begrip Holocaust. Wat dat betreft, achteraf gezien, zijn we blij dat we dat nu weten, waardoor we dat begrip African Holocaust niet meer gebruiken, nooit meer gebruiken. Maar wel het Kiswahili woord Mangamizi. Daar kom ik zo op terug. Ik ga eerst op wat Mangamizi niet is, waar Holocaust in het algemeen naar verwijst, en de operationalisatie van het begrip in de context van deze presentatie. Nou, dit, als je googelt en op Holocaust gaat, dan zie je waar het naar verwijst. In ieder geval, het verwijst naar de herkomst, Oud-Grieks, en betekent brandoffer. En als voor de Tweede Wereldoorlog werd het woord soms gebruikt om de dood van een grote groep mensen te omschrijven, maar sinds 1945 staat het synoniem voor de moord op de Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus dat weten we nu, dat het staat synoniem voor de moord, voor de genocide op de Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wordt het nu een vraagje tussendoor. Wordt het nu opgelost dat de mensen binnen kunnen komen? Ja. Maar ja, we zijn ermee bezig. Ja. Okay. Ja. Dus, als ik vervolg, de begrippen staan onder meer voor een moreel, monsterlijke, barbaarse, wreedaardige daad van genocide die op een volk is uitgevoerd, een misdaad tegen de menselijkheid en een zonde tegen God, de Creator, is. Moreel, monsterlijk, barbaarse, wreedaardige vernietiging van het leven. Vernietiging, genocide. Moreel, monsterlijke. Ik heb de woorden barbaarse, wreedaardige, wreedaardig erbij gezet om dat monsterlijke extra te benadrukken van de menselijke cultuur. Het is een monsterlijke, barbaarse, wreedaardige vernietiging van de menselijke mogelijkheden. Met andere woorden, zo staat het. Dit is het. Ga je naar. En het verschil tussen Mangamizi en dat, volgens Karenga, en ook nu geaccepteerd door de Pan-Afrikanisten en gebruikt, is de beste term om hetgeen Afrikanen is overkomen en aangedaan, goed te kunnen begrijpen en de effecten te kunnen plaatsen. Om hetgeen Afrika op haar grondvesten heeft doen schudden en waarvan de gevolgen nog steeds merkbaar en voelbaar zijn, te kunnen plaatsen. Ik hoor wel eens mensen zeggen dat het goed is om experts te vragen die al met het bijltje over reparations hebben gehakt. En ik zal zo meteen laten zien dat er de verschillende reparation vraagstukken zich lenen voor specifieke behandeling. Wat is behandeling specifiek? Ja, een specifieke, dat je daar specifiek naar kijkt. Dat het niet zo is dat de ene expert geschikt is om
ook over het andere. Want wat we nu zien, wat we vooral merken, is dat we niet vooruitkomen. We daarom niet vooruitkomen. Als je uitgaat van manka-missie, dan moet je je zo voorstellen dat het gaat om de verborgen verwondingen. De verborgen vormde verwonderingen. Het proces van ontmenselijking, neem jullie me niet kwalijk met de typfouten, door racistische waandenkbeelden. Die racistische waandenk, dan moet je je voorstellen dat er wetenschappers aan de slag zijn gegaan om te kunnen aantonen dat Afrikanen, en nu mensen van Afrikaanse afkomst, grenzen aan het dierlijke. Ze zijn kannibalen. Ze zijn eigenlijk tot niets geschikt. Ja, waarachtig, je haalt ze jaren uit hun land en je vindt ze toch lui. Ik bedoel, niemand haalt luie mensen naar een ander. Het is zelfs zo dat die waandenkbeelden nog steeds positie hebben in het Zwarte Piet fenomeen. En dat mensen nog steeds zeggen dat het een kinderfeest is, betekent hoe diep racisme in de tradities is ingeslepen, dat men het niet meer ziet als racisme. En dat is eigenlijk het grootste probleem die we hebben. En dat is het effect. Want we moeten ons zo voorstellen dat de ontwerper van Zwarte Piet 10 jaar na de afschaffing van de slavernij bijvoorbeeld de zaak had ontworpen, in de context van een samenleving waar de transatlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme nog welig tierde. Alle attributen komen in het feest voor. De uitingsvormen komen in het feest voor. Dus het snoepgoed, snoepwaar, kruiden, denken jullie aan kruiden? Ook de kruiden van de VOC, chocolade, cacao, de cacao-plantages, de cacao-bonen, chocoladerepen. Denken jullie aan het paard, de roop degene die de paard bestiert? Wat is het? Mustafa, hoe heet de rijder van een paard? Ik ben het helemaal vergeten. Maar in ieder geval, je moet je voorstellen dat die waandenkbeelden in verschillende attributen, tradities voorkomen. En dat is precies wat manga-missie is. Manga-missie laat zien dat wat je nu hebt, en ik kom straks op educatie. En het gaat om een onvoorstelbare hoge niveau van geweld en massamoord. Die werden toegebracht aan Afrikanen en Afrikaanse samenlevingen. Samenlevingen. Kolonialisme. Plunderingen. Diefstallen. Toe-eigenen van grond- en bodemschatten. Opdringen van taal en cultuur, onderontwikkeling, verdeel en heers. Je ziet dat Black Holocaust, als je kijkt naar wat het is, dan zie je dat het niet voldoet aan dit soort zaken. Dus niet alleen de mens die voor 404 eeuwen als doelwit gold, maar ook de samenlevingen, het continent. En het is nog steeds zo dat mensen zich niet afvragen waarom Afrikanen in Nederland zijn. Die Afrikanen zijn hier omdat ze in Curaçao waren. Ze waren in Suriname, die andere eiland waren ze. En omdat Nederland niet goed heeft gezorgd voor onderwijssystemen en andere zaken,
zijn ze nu hier in Nederland, omdat ze ook Nederlanders waren. Dus je ziet effect. We zijn hier, we are here because you were there. Dus naast moreel motief zie je een economisch-commercieel. Je handelt omdat je wil dat de mensen, de plantages, de kanalen, de rivieren, de bossen exploreren. Het fokken van mensen. En mensen staan niet bij stil dat er industrieën waren, fabrieken waren, waar vrouwen zwanger moesten worden om kinderen te kunnen krijgen ten behoeve van de voortzetting van, laat ik zeggen, al arbeid van productiekapitaal. Het fokken van mensen. Daar hoefde je ze niet uit Afrika te halen. Want daar had je ze. En als de vader er was, moest hij snel weggaan. Want die vader behoorde misschien tot de andere eigenaar. Het veilen van mensen. Gewoon hier, Universiteit van Leiden en Amsterdam, hebben ervoor gezorgd dat er chirurgenen werden opgeleid om de mensen te kunnen testen, hun gebitten te kunnen testen en hun billen te kunnen gaan om te kijken of alles daar goed zit. Bij de vrouwen weet u wel hoe dat allemaal toe ging. Ja, chirurgenen werden door universiteiten opgeleid. Het ontdoen van je naam. Families uit elkaar halen. Ik hoop dat mensen zich beseffen dat de families, waarom we elkaar brother en sister noemen. Toen ik Mustafa tegenkwam, was hij mijn brother. Bernice is my sister. Dat is gekomen doordat na de afschaffing van de slavernij we niet wisten of we familie van elkaar waren. En dat heeft ook het gevolg gehad voor de ziektes die we hebben. Sikkelcel, suiker, hoge bloeddruk. Maar ja, die hoge bloeddruk vanwege dat zout op de boot. Te veel zoute vis, zoutvlees en dat soort geintjes. Waardoor de navelstreng is meegegaan. Maar in ieder geval, brother en sister, jullie weten waarom we elkaar zo noemen. Omdat je mogelijkerwijs een familielid van me kan zijn, omdat we niet weten wanneer die families uit elkaar werden gereten, wanneer een zoon daar ging en een dochter daar, wisten we niet hoe die verwantschap met elkaar was. En aangezien handel de primaire focus was, waren massamoord en genocide eenvoudig geoorloofd. Want je bent mijn bezit en ik mag met je doen wat ik, omdat je mijn bezit bent, mag ik met je doen wat je, wat. Dat was de wet, dat was de Black Code, dat waren de Willie Lynch papers. En je moet je zo voorstellen dat als wij niet dit bespreken, dan wordt het nog steeds toegeschreven als een neveneffect, een nevenschade van die commerciële, want het was commerciële, het was economische activiteit, met een niet zo bedoelde uitkomst. Het is allemaal per abuis verkeerd gegaan. Want we wilden gewoon arbeidskrachten hebben uit Afrika. Maar tegelijkertijd wil je arbeidskrachten hebben uit Afrika en een land bezetten, Suriname, bij wijze van als één om te noemen, dat niet van jou is. Een land Suriname dat niet van jou is. Dus zie hier het dieven. Nou, dan ben ik al nu gekomen aan de uitgangspunten van reparations. En daarbij wil ik John Hendrik Clark, een historicus, wil ik citeren. Wat zegt John Hendrik Clark? Want ik ken ook mensen die zeggen, oh, je moet niet meer praten over de geschiedenis. De geschiedenis is, ja, we moeten niet meer naar het verleden kijken, we moeten naar het heden kijken. En ik ben het ook mee eens dat we naar het heden moeten kijken. Maar het zal wat moois zijn als ik naar het heden moet kijken. En als ik weet dat de toekomstige generatie net zo hard bezig zal zijn als Berit Biekman, als ze er niet meer is. Ja? Om racisme te helpen bestrijden, tot met wortel en al. Dat we ADV's nog nodig hebben, omdat onze toekomstige generatie
nog niet kan zeggen free at last. Wat zegt John Henry Clark? Hij zegt, geschiedenis is de klok die een volk vertelt. Waar het is geweest, wat het heeft gedaan, verricht, ondernomen. Waar het nu staat op dit moment, waar het ook nog naartoe moet. De gebeurtenissen die 5000 jaar geleden, 5 maanden geleden en 5 minuten geleden plaatsvonden, hebben bepaald wat er over 5 minuten gaat gebeuren, over 5 maanden en over 5000 jaar. Het zal de hele geschiedenis, dus de actuele gebeurtenis. Ik zal u vertellen, met het hele COVID-verhaal, zal over 5000 jaar wellicht nog eraan herinnerd worden. Het vertelt ons de geschiedenis. Als de ware geschiedenis is dat het een niet gecreëerde... Oké, ik ga me daar niet aan schuldig maken om dingen te zeggen die niet kloppen. Ik wil nog James Baldwin wil ik noemen, auteur. Hij zegt, when a victim is able to articulate the condition of victimhood, he or she ceases to be a victim and becomes a threat. En waarom heb ik dit gedaan? Dit heb ik genomen om te zeggen, kijk, hij zegt eigenlijk, wanneer een slachtoffer in staat is om de toestand van slachtofferschap te verwoorden, houdt hij of zij op slachtoffer te zijn, maar hij wordt dan gelijk een bedreiging. Want ik wil geen slachtoffer meer zijn, omdat ik de toekomst tegemoet wil zien met een agenda. Een agenda voor de toekomst. Maar op dat moment word ik een bedreiging. En dit is precies de reden waarom we er niet over durven te praten, waar anderen er wel over mogen praten, maar niet de nazaten van de tot slaafgemaakte. Ik kom bij Frederik Douglas. Wat zegt Frederik? Hij zegt, praten lost niet alle problemen op. Maar er kunnen geen problemen worden opgelost, tenzij er eerst wordt gepraat. En zie hier mijn complimenten voor mevrouw Bernice Kalmas. Als dit het idee is van uw team en staf en andere ADV's, om een serieus gesprek in Nederland te beginnen over reparations, dan feliciteer ik u. Dan feliciteren wij u, omdat no reparation without moet daar staan education. No reparation without education. En het is zo fijn, mevrouw Bernice Kalmas en meneer Mustafa, dat het is bijna een verlossing dat u dit thema in het kader van Internationale Mensenrechtendag op de agenda heeft gezet. En ik had tranen, omdat na bijkans 23 jaar landelijk platform slavernijverleden, en dan hebben we natuurlijk nog Sophie Delen, 20 jaar Durban Declaration and Program of Action, we alsmaar bijeenkomsten krijgen, bijeenkomsten hier, bijeenkomsten. En die bijeenkomsten gaan daarover. En er gebeurt niets. Dus we hopen dat u het voortouw neemt om mensen te educeren. En ze hoeven nergens bang voor te zijn. Want kijk, education is your passport to the future. For tomorrow belongs to the people who prepare for it today. En uw kinderen en kleinkinderen kunnen trots op u zijn dat u iets op de onderwijs is je paspoort naar de toekomst, want morgen is van de mensen die zich er vandaag op voorbereiden. Dit kan je ook voor onderwijs, kan je ook klimaat invullen. Okay. En dit is precies de reden dat we onze generaties moeten klaarstomen door kennisvermeerdering en inzicht. Er is geen tijd meer te verliezen. Okay. Herstel van de schade die het onrecht herstelt. Het is meer dan geld alleen. Ik ben nog niet klaar hoor. En dit is het kader die we nagenoeg in alle omschrijvingen
dezelfde elementen terug. Ga heel snel. Ik heb één bijvoorbeeld. Wat zegt Ahmed Daniel? Hij citeert een witte journalist. Het is een proces van het onderzoeken van de schade aan de afstammelingen uit Afrika werden ontvoerd en tot slaaf werden oordelen. Het gaat om een dialoog. U ziet hier over compenserende maatregelen. Een dialoog. Dat moeten we maar willen, hè? En kunnen. Wat zegt een cobra? Die zegt, het is een payment of debt owed, the act of repairing a wrong or injury, to atone for wrongdoings, to make amendment. Enfin, ik heb het volgens mij ook vertaald. Het is een betaling van een verschulde schuld. Ja, het is goed vertaald, geloof ik. De handeling van het herstellen van een fout of lek. Om boete te doen voor wandaden, om het goed te maken, om weer één geheel te maken. De betaling van schades om een natie te herstellen. Vergoeding in geld, land of materie. En wat zegt Maulana Karenga, de man van de Mangamissie? In ethisch perspectief, ik ga gelijk naar het Nederlands. Om dat wat in puin ligt op te heffen. Om dat wat beschadigd is te herstellen. Om zich weer aan te sluiten bij dat wat gescheiden is. Om aan te vullen wat ontbreekt, om dat wat verzwakt is te versterken, om recht te zetten wat verkeerd is en om te laten bloeien wat onzeker en onrechtvaardig is. Wat zegt Rebecca Tsosi? Zij is een human rights scholar en advocaat, heel bekend, die zich met de inheemse zaak heeft bezighouden. Ze zegt het kader, ze geeft een richting, ze zegt Het kader bevat de rol, het belang en betekenis van reparations. Het moet rekening houden met de verschillende historische ervaringen van naties, met de Europeanen die deze landen hebben gekoloniseerd. En het moet Afrikaanse epistemologieën aanpakken. Er is geen uniforme theorie van reparations, zegt ze, die past bij alle culturen. En alle naties en alle volken. Wat ze zegt in feite is dat de verschillende geschiedenissen een eigen traject en format van realisatie vereisen. En waarom ze zegt Afrikaanse epistemologieën, is omdat we geneigd zijn om het eurocentrisch verhaal tot ons te eigenen en vervolgens van daaruit te werken. Maar in dit geval moet je werken vanuit de afrocentrische, Afrikaans-centrische visie. En die Afrikaans-centrische visie is eigenlijk komen tot een gelijkwaardigheid. Niet dat van de superioriteit af moet je af. Je moet komen tot een gelijkwaardigheid. En mensen moeten weten dat bijvoorbeeld Socrates naar Afrika is gegaan om daar zijn filosofieën te halen. Ze moeten weten dat de beschaving in Egypte is begonnen. En dat bijvoorbeeld, ze moeten ook weten dat bijvoorbeeld bepaalde beelden zijn vervormd tot eurocentrische gezichten, zodat mensen niet meer kunnen weten dat de beschaving. Nou, dan hebben we, als we dat hebben, dan komen we tot het Parku-verhaal. Parku zegt, het werkwoord is een activiteit om iets te vernieuwen, te herstellen en te verhelpen dat ooit beschadigd was. Zelfstandig genaamd het handeling, proces of werk van herstel. Dan krijgen we, heb ik overgenomen uit Chinoiso. En daar bent u mee begonnen, meneer Mustafa. Hij heeft het over mentale reparatie, psychologische, culturele, educatieve, organisatorische, institutionele, sociale, economische, politieke reparations. En ik heb het dan gehad over zelfreparations, want daar willen jullie ook naartoe. Familierelaties, extended families terugbrengen. En sense of belonging, vooral die sense of belonging. Onze kinderen hebben bijna, wij zelf hadden geen sense of belonging meer, omdat die families uit elkaar waren gereten. We leefden in een extended family structuur, waar de oma ertoe deed, de opa ertoe, de oom, de tante. Ze waren allemaal betrokken bij het opvoedingsproces. Geloof in onszelf en groepsbegrip bevorderen. Niet bang zijn om zwart te zijn. Want er zijn nog steeds mensen die bang zijn om zwart te zijn. Ze zijn Afrikaner dan een Afrikaan en toch zeggen ze, ik ben geen Afrikaan. En als ze bijvoorbeeld half Afrikaan zijn, zeggen ze, ik ben half Chinees.
En als je vraagt, wat is dan die andere helft? Dan schamen ze zich om te zeggen, oh, die andere helft is vanwege mijn grootvader of mijn grootmoeder, die ook Afrikaan was. Het belangrijkste, ik heb hier, dat zal ik doorsturen, internationale wettelijk kader, de basic principles, de Office of the Human Rights Council heeft de basic principles en guidelines op een rijtje gezet. Daar is een stuk uit voorgekomen, is geadopteerd door de Janet Assembly. Dus mevrouw Bernice, u heeft alles op papier. Nou, wat regelt het? Stopzetting van de schending, garanties en garantie van niet-herhaling, restitutie, compensatie, satisfaction en rehabilitatie. En uiteindelijk komt erop neer dat het gaat om erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling. Dat moet uiteindelijk het gevolg zijn naar de kant van de slachtoffers toe, psychologische verlichting van zowel Afrikanen als Europeanen. In termen van detraumatisering en detaboeisering. Detraumatisering aan de kant van de Afrikanen, detaboeisering aan de kant van de Europeanen. En om die nationale eenheid, die maatschappelijke cohesie, gebaseerd op een sterkere politieke wil. En dan kan ik hier eigenlijk klaar mee zijn, omdat ik deze dingen van deze onderdelen, ethische herstelbetalingen, historische herstelbetalingen, educatieve herstelbetalingen. Want mensen denken dat wanneer je bezig bent met de onderwijscurricula, en je hebt de agenda, een agenda, dat dat het is. Maar als je wil doen aan transformatie, om het terug te brengen naar een situatie waar er gelijkwaardigheid in de onderzoekstraditie en wetenschap een rol speelt, dan zul je iets moeten doen met het meervoudig perspectief. Je zult iets moeten doen, als je het hebt over Afrikanen, dan moet je iets doen vanuit een Afrocentrisch perspectief. Vandaar dat er zoveel discussie is over witte professoren die dan een onderzoek uitvoeren. En natuurlijk gaat het er ook, weet men dat er ook een vorm van subjectieve objectiviteit aan de slag is. Ook al zegt men dat het gebaseerd op empirie, het punt is namelijk, hier ligt voor ons de kans om te kijken hoe in ieder geval het onderwijssysteem, transformatie van het onderwijssysteem in het meervoudig perspectief van onderzoek en wetenschap en onderwijsbedrijven. Sociaal-economische en cultuurherstelbetalingen. Dat kunt u allemaal lezen. En dan hebben we self-reparations, dat is de grootste uitdaging voor ons hier, als je uitgaat van Nederland, in Nederland. De grootste uitdaging, want als je uitgaat van Afrikanen, Afrikaanse gemeenschappen, als je uitgaat van allerlei tribes of nations, ik wil liever geen tribe zeggen, omdat die nations van Afrika soms groter zijn dan bijvoorbeeld het inwoneraantal van Nederland. Dus dan denk ik, van waarom zijn zij tribes? Maar oké, tribes. We moeten overstijgend kunnen met elkaar samen kunnen doen. Samen kunnen trekken. Het verdeel en heers moeten we goed in de gaten hebben. Wanneer is er sprake van verdeel en heers? Dat kun je heel makkelijk zien. En dat kun je heel makkelijk voelen. En self-reparations heeft decolonization van de mind, de mindset, van waaruit denk je, wat vind je goed aan het Afrikaans zijn, en waarom vind je
het goed van wat een ander heeft en wat jij dan niet hebt. Goed, is even heel kort. En heel goed. Wil ik u danken voor uw aandacht. Dankjewel, dokter Biekman. U heeft ons meegenomen. U heeft ons de goede context gegeven. Wat de geschiedenis is. Wat reparation eigenlijk nou is. Wat het inhoudt. Ik wil u even graag bedanken voor deze uitgebreide voorlichting en deze uitgebreide lezing. Ik wil u ook vragen of deze slides op deze presentatie beschikbaar kan worden voor de mensen die dat nog een keer willen doornemen. En ik wil u ook graag 5 minuten de tijd geven om mensen die niet de juiste link hebben, om ons te volgen via Facebook, zodat ze toch de resterende tijd van deze bijeenkomst zou kunnen bijwonen. Dank u wel nogmaals voor deze uitgebreide lezing over het verleden en ook hoe wetenschappers het gedaan hebben, wat is gebeurd en de definitie. En ook over de reparatie zelf, wat dat inhoudt, waar hebben wij het eigenlijk nou over? Want het is altijd belangrijk dat mensen ook de juiste context hebben, zodat wij weten precies de inhoud daarvan en hoe wij daarmee aan de slag kunnen. Nogmaals, dank. Dankjewel iedereen. Als er vragen zijn, horen wij dat graag via de chat. Als er andere commentaren zijn, dan kan je ook observaties of dergelijke kan je ook in de chat zetten. Ik wil nu eigenlijk naar de volgende. Over de stellingen en de vragen die wij gesteld hebben. Maar voordat ik dat doe, wil ik graag Quincy Gario even graag verwelkomen. Jij bent een artiest, jij bent een dichter, jij bent een kunstenaar, jij ook een inspirator voor heel veel mensen in de samenleving en heel veel mensen binnen de gemeenschap. Ik wil je ook graag welkomen en ook gelijk een vraag aan jou. Waar haal je inspiratie vandaan, van je dichtzijn en van je kunst? Bedankt voor de uitnodiging om hier vanavond bij te zijn. Ik vind het echt een eer om samen in een panel te zitten met dokter Biekman en ook met Baba. Baba en ik hebben laatst nog in de panel gezeten, dus soms zie je elkaar een poosje niet en vervolgens een paar dagen achter elkaar, bij wijze van spreken. En ook een dankwoord naar directeur, de voorzitter, mevrouw Kalmest. Ik moet eigenlijk zeggen, iemand die mij de afgelopen tijd best wel veel steun heeft gegeven. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. En mijn inspiratie, als ik de vraag mag beantwoorden, komt eigenlijk van dit soort momenten. Dit soort momenten van samenkomen. Dit soort momenten van inhoudelijk met elkaar een gesprek aangaan. En ook elkaar de ruimte durven geven om het niet met elkaar altijd eens te zijn. Ik denk dat we heel vaak een beetje bang zijn voor wrijving. Maar ze zeggen altijd, wrijving geeft glans. En juist in dit soort settings moeten we ervoor zorgen dat we elkaar heel diep kritisch, maar met behoud van respect en ook met behoud van opbouw, elkaar gewoon kunnen bevragen van, okay, maar wat is dit? Waar hebben we het over? En die inspiratie komt vanuit momenten waarop we dit soort gesprekken kunnen voeren. En ik ben ook heel erg dankbaar voor de manier waarop we dat in mijn eigen familiekring altijd hebben gedaan. Heel goed nadenken van, okay, waar hebben we het over? Waar gaat dit over? En een kritisch denkvermogen hebben kunnen ontwikkelen omdat wij vragen konden stellen aan onze ouders. Omdat wij met vrienden heel diepe gesprekken konden voeren van, okay, wat willen we nou eigenlijk? En ik denk dat voor mij het ook heel vaak tot nieuwe werken leidt. Juist omdat ik mezelf openstel om mezelf te kunnen bevragen. En om na te denken van, okay, is dit wel de juiste weg? Of kunnen we niet een andere route aanslaan? Of misschien is dit zijpadje eigenlijk een snelweg, maar we weten het nog niet. Weet je, dat soort dingen. Dus ik vind het wel...
ik vind dit eigenlijk heel inspiratievol. Dus de talk, net de lezing van Dr. Biekman, die was echt heel belangrijk. Ja. Dankjewel. Baba, mag ik u de gelegenheid geven om even kort te reageren op de lezing van Barry Biekman? Of met ook de vraag, wat betekent immateriële reparatie? Nou, dankjewel Mustafa. Hele fijne lezing. Ik heb ook heel veel kunnen leren in korte tijd. En dank u daarvoor, dokter. Ik heb een woord geleerd vandaag, dat is de mangamizi, verborgen verwondingen. Vind ik heel mooi dat we ook onze eigen taal gebruiken in de struggle. Dat is heel belangrijk wat taal ook betreft. En wat ik ook leuk vond om te horen vanavond was de brother en sister. Ik wist niet waarom wij elkaar groeten als we elkaar zien op straat. De black nod, noem ik dat. Als we elkaar zien, doe je zo. Waarom doen zwarte mensen dat tegenover elkaar? Elke keer als we elkaar zien, dan gaan we nodden. Hè? Knikken met de hoofd. En ik heb altijd het gevoel dat, dat we delen dezelfde struggle. Dat is het teken is dat wij delen dezelfde struggle. Daarom groeten we elkaar. Maar nu heb ik nog bijgeleerd vandaag dat vanwege dit verwantschap, dat wij verwant zijn aan elkaar, dat we weten niet, dat door de hele scheiding tijdens slavernij, dat wij zijn gewoon overal meegebracht. Misschien is Quincy mijn echte neef, weet ik niet, of mevrouw Biekman, weet ik dat we gewoon echt familie zijn van elkaar. En ik vind het heel mooi om op deze manier ook naar elkaar te kijken. En dat vond ik echt prachtig met deze lezing. Dat neem ik ook mee vanavond. En ik ben ook heel erg benieuwd naar de way forward. En dat vond ik ook heel mooi om te horen dat geschiedenis gaat niet alleen over het verleden. Het gaat ook over wat gaat gebeuren in de toekomst. Dat vond ik ook heel mooi. En dat betekent ook dat we moeten niet alleen bij de geschiedenis van het verleden blijven zitten. Maar we moeten ook denken naar wat verder. En met deze belangrijke onderwerp vandaag. Ik ben altijd aan het kijken, aan het denken. Wat is nou reparatie? Wat willen we hebben? Wat willen we? Geld is voor mij relatief. Ja, je hebt geld. Maar is dat alles wat we willen? Ik zeg zelf, nee. Er is meer dan dat. Het is meer dan dat. En dat wil ik vanavond dat we dat gaan onderzoeken. Met onze gesprekken. En ik ben ook blij dat Quincy zegt, we moeten durven de wrijvingen aangaan. We moeten niet altijd eens zijn met elkaar. Alleen we moeten ook met respect met elkaar de discussie voeren. Dankjewel Baba. Dankjewel. En ik vraag het gelijk aan Quincy. Wat betekent nou reparatie voor jou? Immateriële reparatie? Nou, ik denk dat als we het over immateriële reparatie hebben, dan hebben we het ook over denkvormen. En dan hebben we het ook over beleid. We hebben het ook over onderwijs. En ik denk als we kijken naar de recente uitspraak van de rechtbank over etnisch profileren door de marechaussee, dan heb je door dat hier heel duidelijk iets nog een keer geankerd werd. Iets dat nooit uitgesproken werd, iets waarvan we wisten dat het zo was, maar nooit konden bewijzen. En nu werd gewoon toegegeven van ja, dit is zo. Dus als we het hebben over immateriële reparatie, dan gaat het ook over het repareren van dat gebroken denkbeeld. Dat wij altijd gevaarlijk zijn. Dat wij altijd nog een keer gecheckt moeten worden. En ik denk als we het nog verder doortrekken, dan heeft het ook te maken met, denk ik, de manier waarop op dit moment nog steeds vanuit het Nederlands politiek klimaat gekeken wordt naar de eilanden. Dat er nog steeds aangegeven wordt dat zij zichzelf dat zij een guardian nodig hebben. Dat wij als Nederland nog steeds bezig zijn met een beschavingsoffensief daar. Misschien moet ik op dit moment deze vraag aan jullie stellen. Ik ga even mijn scherm delen. Ik hoop dat jullie deze vraag goed kunnen zien. Hebben de Nederlandse instellingen zichzelf voldoende kritische vragen gesteld ten aanzien van hoe wij met mensen omgaan toen en nu? Ja, volgens mij niet, toch? Ik bedoel, als ze dat wel hadden gedaan, dan zouden wij op dit moment een ander land hebben. Dan zouden we in ieder geval een Raad van State hebben die niet pas achteraf zouden zeggen dat ze alleen de regeltjes hebben opgevolgd en daar iets te streng in zijn geweest.
Dan zouden ze diep door het stof gaan en alle leed dat ze hebben veroorzaakt ongedaan maken. En dan ook nog een soort van meer zorg uitspreken dat naar al deze slachtoffers van de racistische klopjacht van de Belastingdienst toe behoort. Dus nee, ik denk dat we hier in Nederland ook heel bang zijn voor kritische vragen. Want kritische vragen, dat veronderstelt dat hetgene waar je mee bezig bent, dat daar nog iets aan ontbeert. En dat wil niemand horen. Iedereen wil horen dat ze het juiste doen en op het juiste pad bezig zijn. Dank u wel. Dank u wel. Baba? Nou, ik denk dat het... Quincy heeft het antwoord gegeven. Nee. Ik denk dat het, als dat zo is geweest, dan... want allereerst moet ik zeggen dat de instituten, de Nederlandse instellingen, willen niet veranderen. Ze willen gewoon precies houden hoe het was. Want dat is veilig. En als ik kan refereren op de Kamervoorzitter met Sylvana Simons, dat ze elkaar, wat ze zei, zo doen we het hier. Wij veranderen het niet. Dit is hoe het gaat. Dus als ik had, voor sommige mensen die de perspectief niet kennen, misschien kan ik daar even straks even uitleggen dat dat die vrouw die zegt gewoon, dit is hoe wij het doen. Waarom zeg ik dit? Omdat veel van de instellingen zien de dingen die wij doen, wij willen, als een soort bedreiging. We are a threat. Omdat we vragen stellen. We willen vragen stellen om dingen aan te veranderen. Dus als je iets wil veranderen, dan stel je vragen. En ik vraag me oprecht of de instellingen willen alleen maar de vragen horen, of doen ze iets met die vragen? Dat is ook een ander verhaal. Ze kunnen wel de vragen horen en dan, maar wat doen ze mee? Dus ik ben echt, wat dat betreft ben ik pessimistisch, dat nog niet aan de orde is. Dankjewel, Baba. Ik weet niet of mevrouw Barry Wiegman nog aanwezig is. Voel je vrij om ook deel te nemen aan deze vraagstelling. Baba, jij zegt het net ook, hè? Even toehalen naar nu en recht in de toekomst. Hè? Ja. Ik wil ook eigenlijk nog één vraag aan jullie voorleggen. Wat betreft die huidige generatie, zeg maar. Wij, onze generatie van nu. Even kijken of ik dat ook met jullie kan delen. Ik deel ook heel vaak de scherm, zodat mensen die aan het volgen zijn via Facebook ook kunnen meelezen. Beschikken de huidige generaties over voldoende zelfkennis en instrumenten om zichzelf en de instellingen etnisch vragen te kunnen stellen? Ik hoop dat deze stelling nu te technisch is, maar hebben wij tools en zijn er instrumenten om te zorgen dat wij onszelf kritisch vragen aan ons kunnen stellen? En ook andere vragen richting bepaalde instanties, bepaalde instellingen, niet alleen in Nederland, misschien ook grotere organisaties. Als ik even het voortouw mag nemen. Mm-hmm. Kijk, wat ons geluk is, is dat we uit de generatie voorkomen die nog over een aantal decennium een aantal informatie heeft kunnen doorgeven aan ons. Een aantal van ons heeft ook gewoond in de landen waar bijvoorbeeld slavernij is bedreven. We hebben toch wat aardig informatie. Ook al is het gebaseerd op het orale perspectief. Dus daar hebben we nog een beetje geluk in. Maar onze generatie die hier is geboren en die hier onderwijs heeft genoten. Ik heb zelf ook onderwijs hier genoten. Maar het verschil tussen mij en bijvoorbeeld mijn kinderen is dat ze die onderwijs die we daar hebben genoten, die ik heb genoten, dat ze dat niet hebben gehad en ze hebben niet de gelegenheid gehad om bijvoorbeeld met hun voorouders te kunnen spreken. En ik weet wat ze krijgen. En zelf hier, toen ik hier op de universiteit ging en ik een aantal zaken aan de kaak stelde, werd ik door mijn professor
aangegeven dat ik... Ik werd bij hem geroepen en hij vertelde van dat ik te kritisch ben. Ik stel te veel vragen. En laat me zorgen dat ik eerst mijn bul haal. En als ik mijn bul heb gehaald, dan kan ik in discussie gaan. Want het ging er met name om. Het is wel zo toen ik promoveerde. En ik niet-westerse wetenschappers citeerde. En ik ook bijvoorbeeld uit bepaalde Afrikaanse landen. Wetenschappers en hun werken citeerde. Had ik het gevoel dat ze dachten dat ik met propaganda materiaal bezig was. En dat, sommigen zeiden dat ook, omdat ze het niet kenden. Ze wisten het niet. Alsof in Afrika, 55 landen, er niets wetenschappelijks gebeurt en niets goeds gebeurt. En vandaar dat in mijn laudatio staat ook dat ze dachten dat ze bij mij promoveerden. In plaats van ik bij hun. Maar dat komt omdat je natuurlijk kritisch, je bent in een periode opgegroeid waar je kritisch kon zijn. Je bent in een samenleving opgegroeid waar racisme pijnlijk ervaren werd. En je bent naar Nederland gekomen, je hebt direct meegemaakt dat hoe die racisme werkt, hoe verdeel en heers werkt. Hoe je eigenlijk bijna bang moet zijn om zwart te zijn. Dat heb je meegemaakt. En dat is, het is belangrijk dat wij, in ieder geval, we hoeven niet alle gif door te geven. Maar er moet een separate opleiding of een mogelijkheid zijn dat onze kinderen, anders dan wat ze nu op school leren, dat ze dat leren. Het is onvoorstelbaar dat die kans, het moet eigenlijk de oudere generaties, die moeten de kans krijgen dat de jongeren, al was het dat ze allemaal met de microfoon gaan, laten ze maar bij mij met de microfoon komen, dan kan ik ze verhelpen. Want als ik sterf, sterft een bibliotheek, hè? Ja. Dus, daarom is het belangrijk dat die, ik heb het gehad over dat onderwijssysteem, het curriculum heb ik gehad, die leerplannen heb ik het gehad, die eindtermen, die kerndoelstellingen, dat moeten we allemaal, we moeten in staat zijn om dat ook aan de kaak te stellen. En dan kunnen we niet alleen witte jongeren, maar ook zwarte jongeren kunnen we meenemen in vermeerdering van kennis en inzicht. Dankjewel, mevrouw Biekman. Baba. Ja, ik denk dat zelfkennis, dat is work in progress. Voor de jonge generatie van nu, als je stelling nog één keer plaats, of de zelfkennis en de instrumenten hebben. Ik denk dat de zelfkennis, dat is work in progress. De generatie van nu moet het onderwijs, veel meer onderwijs krijgen, om te weten hoe de geschiedenis, de echte geschiedenis, hoe het was. Niet alleen wat ze hier hebben op school geleerd, de beperkte verhaal, de helft van de verhalen hebben geleerd, maar ze moeten alle verhalen kunnen leren van school. Dus om hun zelfkennis te kunnen verhogen, moeten ze dat kunnen leren. De instrumenten, die hebben ze. Want tegenwoordig, de online, de jongeren van nu, de generatie van nu, zijn veel meer makkelijker met mobiel telefoon, met social media. Ze hebben een instrument die onze voorvaders of mensen als 40, 30 jaar geleden, de andere strijders als Martin Luther King en Malcolm X, zij hadden de instrumenten niet van wat zij deze generatie nu hebben. Ja, okay. Dus ik denk dat die instrumenten hebben ze, maar de zelfkennis, daar moeten we veel meer aandacht op besteden om te onderwijzen. Dus jij denkt dat er de instrumenten in tegenwoordig zijn daar wel? Dus ja. Ontbreekt nog een klein beetje zelfkennis dat jongeren kunnen zelf eigenen. Ja, ze moeten kijk, waarom zeg ik dat de zelfkennis? Want ik heb eerder gezegd dat voor mij de verhalen moeten worden verteld. En niet alleen de verhalen door één of twee personen, maar meerdere vertellers hebben we nodig. Okay. Om deze verhalen te vertellen. Niet alleen één of twee, maar meerdere. Dank u wel, Baba. Ik denk, als we het hebben over zelfkennis, dan hebben we het er ook over het feit dat we
heel veel kennis over onszelf ook zijn onthouden. Zoals Dr. Biedman ook in haar lezing heeft laten zien. Ik denk, als we het hebben over instrumenten, dan moeten we natuurlijk ook denken over hoe R.G. Lord zei van het gereedschap van de meester kan je niet gebruiken om het huis van de meester af te bouwen. Hè? Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat heel veel van die instrumenten die de meester zogenaamd heeft, die heeft hij gestolen van ergens anders. Dus die zijn überhaupt niet zijn gereedschap. Dat zag ik laatst op Twitter en toen dacht ik van hey, dat is een hele, hele goeie. Omdat als we het hebben over instrumenten, dan zijn er heel veel dingen die wij zouden kunnen inzetten. Maar waar we heel vaak, juist door dat verdeel en heers, ook uit elkaar gedreven worden. Er zijn heel veel manieren waarop wij al onder onszelf mensen hebben die ons laten zien hoe dat moet. Ik ben zo'n ongelofelijke fan van Dr. Biedman. En de manier waarop zij met haar stichting zoveel gedaan heeft gekregen. Terwijl als je heel vaak mensen hoort over stichtingen van de jaren 80, dan hebben ze het over zelfverrijking. Dan hebben ze het over mensen die verschillende instituten, instellingen hebben opgezet om juist zichzelf een platform te creëren in plaats van voor de gemeenschap iets te doen. En dan denk ik van, dit is de manier waarop wij onszelf afhouden van bepaalde instrumenten, omdat we denken dat ze tainted zijn. Omdat we denken dat zij giftig zijn en niet gebruikt zouden kunnen worden. Maar daarom ben ik juist heel erg niet zozeer hoopvol over de huidige generatie, maar ik ben eerder hoopvol op de manier waarop de generatie nu constant nog steeds de oudere generatie probeert aan te spreken en te zeggen van hey, wat hebben jullie toen gedaan? Hoe pakken we dit op? Ik ben meer geïnteresseerd in een intergenerationeel contact, intergenerationele strijd, dan dat we gaan praten over de huidige generaties en doen alsof de mensen die voor ons zijn gegaan er niet meer zijn. Die zijn er. Hou dat vast, Lizzie, want ik had nog een heel mooie stelling. Ik denk dat dat hier precies bij past. Misschien kunnen wij dat gelijk inhaken. Want even kijken of ik de juiste heb. Ja, hoe kan de eerste generatie pioniers in de strijd tegen discriminatie en racisme hun kennis en ervaring overdragen aan de huidige en toekomstige generatie? Ik denk dat dat is wat je net probeert aan te geven. Ik weet niet of ik hier kan doorgaan, want dit is een heel belangrijk punt waar we nu zijn. Wij hebben heel veel mensen die heel veel ingezet hebben afgelopen 30, 40 jaar en zo. En nu komt een nieuwe generatie. Ik wil geen namen noemen, maar zoals jullie weten, maar hoe kunnen wij dit realiseren? Ik weet niet. Recentelijk hebben we een Roy Risti verloren. Die zit nu bij de Ancestors. Maar de manier waarop hij mij in eerste instantie toesprak en probeerde te helpen ook meenam, onder zijn vleugel nam, dat is denk ik hoe je het doet. Dr. Biedman die heeft mij een keer meegenomen naar de High Commissioner for Human Rights, voor Mensenrechten van de VN. Ik vergeet dat never nooit. Er zijn mensen die mij op verschillende manieren hebben meegenomen in hun strijd en wat zij hebben gedaan en dat zij nog steeds doorstrijden. Ik wil bijvoorbeeld een shout-out geven aan Norman van Gom van Mart Radio. De manier waarop hij nog steeds daar staat en zijn ding doet. Mensen als Yvette Forster. Mensen als... Ik noem gewoon namen. Waarbij ik denk van dit zijn mensen die nog steeds onder ons zijn en nog steeds ons dingen kunnen leren. Ook een Cindy Kersenborn. Weile Cindy Kersenborn. De manier waarop zij vanuit haar positie als regisseur ook constant nadacht van wat is de erfenis van ons gedeelde erfgoed als zwarte makers, als zwarte mensen? Wat is de impact die wij achterlaten? En dan denk ik, als je het hebt over de overdracht van die ervaring en die kennis, dan gaat het ook over de manier waarop wij elkaar blijven kunnen vinden en niet opsluiten. Waarop wij elkaar blijven opzoeken. Want aan de ene kant zeg je dat de oudere generatie het niet overdraagt. Aan de andere kant heb je het ook over een nieuwe generatie die heel vaak denkt dat zij het wiel nog een keer uitvinden.
En dan denk ik van, ja, nee, daar zit je verkeerd. Er zijn zoveel mensen die voor ons zijn gegaan. En het is aan jou om na te zoeken en je werk en je huiswerk te doen om te weten te komen van wie was er eerst. Wie hebben voor jou dingen gedaan? Je geeft nu een heel goed punt, hè. Je geeft nu een heel goed punt, hè. Dat mensen die gevoel hebben of zij of hij, of dat ze de ideeën uitgevonden hebben. Terwijl heel veel mensen voor ze heel veel gedaan hebben. Waar ligt dat aan? Hebben ze geen kennis daarover? Of hebben ze de tijd en de ruimte niet om te gaan uitzoeken? Niet de juiste netwerk? Nee, ik denk dat wij geprikkeld zijn en ook gesocialiseerd zijn hier in Nederland om de eerste te willen zijn. Want als je de eerste bent, dan betekent dat jij ook eer hebt. En dat betekent ook dat jij kan spreken, dat jij meer recht hebt van spreken dan andere mensen. En ik denk dat de manier waarop wij onszelf... ik zie dat bij heel veel mensen, dan denk ik van ja, maar dat is een koloniale gedachtegoed. Alsof er niks voor jou was geweest. Dat is het hele terra nullis idee waarop jij kan bouwen om een heel gebied als leeg te zien terwijl er mensen gewoon op wonen. Nee. En ik denk dat waar we naar moeten gaan kijken, als we het hebben over het respect en als we het hebben over het erkennen en herkennen van het werk wat de pioniers eerder hebben gedaan, dan gaat het over wat doen wij zelf als de jongere generatie. En ik ben eigenlijk geen jonge generatie meer. Wat doen wij zelf om ons huiswerk te doen? En er zijn heel veel mensen die liever een soort van hip en hype allemaal dingen willen gaan doen, in plaats van juist dat werk te doen en juist te gaan vragen van, hey, wie kan mij helpen? Wie heeft dit eerder gedaan? Wat is hetgene wat eerder hierover is gezegd? Wie heeft gestreden? En dus dan wil ik ook bijvoorbeeld een shout-out geven aan de Circulo Antillana Tilburg. Ik wil ook een shout-out geven aan Vereniging Ons Suriname. Ik wil een shout-out geven aan de mensen die op Curaçao en op Sint Maarten bezig zijn. Een Ruby Butte, een Jean Henriquez. Dan denk ik van, er zijn zoveel mensen die dingen doen die wij nog steeds, omdat zogenaamd volgens het dominante narratief hun werk niet effectief was of niet efficiënt was, dat wij ze tezijde schuiven. Like, nee, wij moeten juist dat hele idee van effectiviteit en efficiëntie constant bevragen van, voor wie was het niet effectief? Voor wie was het niet efficiënt? Wat hebben ze achtergelaten waarop wij op dit moment nog steeds op voortbouwen? Dankjewel. Toevoeging bij je Biekman? Ik denk dat heel veel is gezegd. Zelf hou ik een bepaalde systeem heb ik in mijn hoofd van een gecoördineerde, gestructureerde, samenhangende, integrale aanpak op verschillende beleidsgebieden. Als je bijvoorbeeld op het punt van reparations een gecoördineerde, gestructureerde, samenhangende aanpak hebt. Je kan dat ook hebben op het gebied bijvoorbeeld van racismebestrijding. Ik zie bijvoorbeeld het begrip anti-zwart. Anti-zwart verwijst naar alles wat niet wit is, toch? Anti-zwart. Alles wat niet wit is. Dat hebben we ook gezien binnen de Europese Unie. Toen ze op een gegeven moment moesten omschrijven wat ze verstaan onder bijvoorbeeld anti-black racism. En toen bleek dat het niet ging over anti-Afrikaan racism. En we hebben verwezen naar de 60er jaren, toen je dat begrip bij de VN had van negrofobia. Het begrip was negrofobia. En het was toch wel gekwalificeerd als racistisch. Toen zijn knappe koppen gaan nadenken, ook zwarte mensen natuurlijk, ook knappe koppen. En toen kwamen ze met het begrip afrofobia. En dan moet het geïmplementeerd worden, dat begrip. En natuurlijk moet je eerst dat kaderschets hebben. Je moet de beleidskaders kennen, omdat je weet wat het betekent. Afrofobia. Dan zie je dat de minister in 2015 zegt, oké, we moeten het nader onderzoeken. We moeten het gaan invoeren. Maar dan zie je ineens ambtenaren die eigenlijk schijnbewegingen maken, maar uiteindelijk willen ze het niet. En we hebben het nog steeds niet. En vandaar dat u nog steeds kan praten over anti-zwart racisme. Omdat het eigenlijk gaat, ik denk dat wat u bedoelt, je hebt verschillende vormen, je hebt verschillende benamingen ook, homofobie, antisemitisme,
LBHT, geloof ik, en andere vormen ook de Roma's en de Sinti's. Maar wanneer het gaat over African people, dan gaat het juist over de vormen van meervoudig racisme tegen mensen van Afrikaanse afkomst. En dat is niet bepaald anti-zwart racisme, want bij zo'n vorm gaat het juist om de effecten van het verleden. Dus als je praat over anti-zwart racisme en je wil het gaan bestrijden, dan kan je het bestrijden. Maar als je niet, als je niet heel specifiek inzoomt op anti-Afrikaans racisme, ja, dan zou je het nooit met wortel en al kunnen aanpakken. Omdat het over heel wat andere dingen gaat. Het gaat erom dat je het verleden, je moet het verleden in acht nemen om te weten waar dat racisme, die racistische waandenkbeelden vandaan zijn gekomen, om het te kunnen bestrijden. En dat is eigenlijk het kern als je praat over instellingen. En ik denk dat die ADV's, hier ligt er een taak voor de ADV's, dat als je racisme heel goed wil bestrijden, dat je zal moeten weten, waar staat dit voor? Van homofobie weet je. Niemand hoeft, als je zegt homofobie weet iedereen het. Als je zegt antisemitisme weet iedereen het. Als je zegt, wat voor vormen heb je meer? Weten men, islamfobie, moslimfobie, weet men dat? Mm-hmm. Maar alleen bij Afrikanen weet men dat niet. Ja. Ja. Dus dat betekent dat je moet het eerst in kaart hebben. Je moet het handelingskader weten. Je moet het hele antiracisme keten. Moet bereid zijn. Je moet het in artikel 1 van de grondwet, moet je etniciteit en nationaliteit invoeren. Ja. En dan kan je overgaan tot de bestrijding. En dat zijn de dingen die je moet doorgeven aan de jongeren wat mij betreft. De jongere generatie, laat zij meedoen. Laat ze het vanaf vandaag hebben over als het gaat om Afrikanen, nazaten. Laat ze het hebben over afrofobie, als het gaat over slavernij, reparations. Laat ze het hebben over mangamissie. Oké. Dankjewel, Bagima. Helder. Heel helder. Je hebt een aantal dingen genoemd. Ik denk dat het ook belangrijk is om daar even stil te staan. Ook, je hebt ook ADV's genoemd. Je hebt ook een aantal termen genoemd waarom mensen bepaalde onderscheiden niet goed kunnen begrijpen. Sommigen wel. Bij ADV's, je weet, een van onze taken is ook discriminatie, uitsluiting en racisme zichtbaar te maken. Je hebt ook andere instellingen en instanties in de samenleving die gesteld zijn om dat te bestrijden. Dus we gaan daarmee aan de slag. Net als wat je de tip dat je hebt voor jongeren, dat ze dat ook de kennis hebben. Kennis is een heel belangrijk ding als je iets wil overdracht hebben. Dat je ook met wat oudere generatie gedaan hebben, zodat je dat kan voortzetten. Ik kijk even, als mensen vragen hebben, tot nu toe zijn nog geen vragen binnengekomen. Dat betekent dat het helder is. Ik wil nog één stelling even met jullie delen. Dit is een belangrijk thema natuurlijk, wat wij nu behandelen. Hoe recht in de toekomst natuurlijk ook is wel goed om even hierbij stil te staan. Even kijken of ik dit duidelijk kan maken. Kunnen jullie mijn scherm zien? Ja? Wat heeft de sector nodig? Ik bedoel, wat hebben wij nodig in de samenleving om immateriële reparatie op de politieke agenda te krijgen en daarbij te houden? Zijn twee vragen natuurlijk, om het thema in te bedden in de Nederlandse samenleving. Kijk, ik denk dat het zo goed is om hierbij goed context neer te leggen. Deze gesprekken vinden niet alleen maar plaats in Nederland. Hè? In Engeland vindt dit gesprek plaats, in Spanje vindt dit gesprek plaats. In Frankrijk ook vindt dit soort gesprekken plaats. Dus het is een brede context van Europese landen, Europese instituten die in andere gebieden ooit zijn geweest. Dus om iets in de agenda in Middellandse Europa te krijgen, vraag ik jullie ook, de panelleden, wat hebben wij nodig om de immateriële reparatie in de politieke agenda te krijgen?
Misschien kan ik daar toch wat. Het is mijn thema. Ik heb natuurlijk hier tijdens mijn inleiding heb ik een en ander over gezegd. Ja. Maar meneer Mustafa, u moet ervan uitgaan en echt geloven dat we, laten we zeggen, in 2011, 2013, 2016, 2017, hebben we altijd in het kader van het VN-design van DDPE, de Durban Declaration, het VN-designium voor mensen van Afrikaanse afkomst, 10 jaar high-level panel, onlangs weer, hebben we altijd dit onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer. Dus voor de politieke wil hebben we het willen krijgen. Er ligt daar al informatie. Er ligt informatie van de Europese Unie, van de VN, voor de uitvoering ervan. Onlangs ook de CERT, de Commission on the Elimination of Racial Discrimination, heeft Nederland nog eens een keer gevraagd hoe ze dit gaan doen. We hebben zelf gezegd, maak in het kader van de nieuwe kabinet, maak een nationale commissie voor reparatory justice. Laat die nationale commissie zich dan ook wat ons betreft bezighouden met kolonialisme. Want het gaat er met name om dat het heeft ook te maken met reparations en excuses. 1 juli 2020 is dit onderwerp op de agenda gekomen. Ja. En minister-president Rutte beweerde het dat het polarisatie in de hand zou werken. Als we zouden komen met excuses. En dan wat je ziet, dat er al heel veel op tafel ligt. De Durban geeft aan dat het een misdaad is geweest tegen de menselijkheid. Nederland heeft die misdaad is ook verantwoordelijk voor die misdaad. Ja. En het gaat er met name om in de grondwet te verankeren. U weet, een grondwet kan je pas wijzigen na een kabinetswisseling. Dus nu zou de tijd zijn, rijp moeten zijn, om excuses daarin te krijgen en iets te doen met reparatory justice. Ja. Dus het punt wat ik wil maken is, er ligt daar, en als u vraagt, wat moet er gebeuren? We moeten massaal erover praten. Misschien moeten mensen zich bij onze commissie aansluiten. Om te laten zien dat we met z'n allen achter dit onderwerp staan. En ik denk dat de ADV's daar ook een taak in hebben. En waarom hebben de ADV's daar een taak in? Omdat als je racisme tot aan de wortel, tot met wortel en al wil uitroeien. Je natuurlijk wil, al die effecten die. En als je nog niet bij overgaan tot reparatory justice. Als de mensen niet aan zelfreparations hebben kunnen doen. Omdat er onvoldoende middelen ook zijn. Want kijk, we kunnen natuurlijk zelf ons geld uitgeven om dingen te doen. Maar als je weekendscholen nodig hebt, moet er ook wat geld tegenover staan. En reparations is ook het feit dat je de kunstwerken die je hebt gestolen toen, dat je ze allemaal teruggeeft. Maar nu hebben we een commissie, en die commissie zegt, nou, als landen dat vragen, dus pas als landen dat gaan vragen, zijn we bereid. Nee, er moet een commissie zijn die zegt, onmiddellijk teruggeven, want het is niet van jou. En dus er is heel veel, als je het hebt over immaterieel, en materieel. En vooral die self-reparations. Hè? Kijk, bij die self-reparations moet u ook denken aan, kijk, Utrecht, de gemeente Utrecht heeft mooi weer gespeeld laatst, door te zeggen van mensen die hun naam willen veranderen, bla 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 bla. Naamsverandering gaat niet zomaar, want je wil een naam hebben die geselecteerd wordt, omdat je weet dat je uit Cameroen komt, misschien uit Nigeria of zo. En dat betekent dat je DNA, misschien weer een DNA-onderzoek doen, dat kost geld. En dan vervolgens, wanneer je het weet, dan moet je die naam krijgen. Maar naam geven is ceremonieel, hè? Is spiritueel, maar ook ceremonieel en cultureel. Wanneer je die naam gaat krijgen, betekent het dat daar ook allerlei soort tielantijntjes, misschien moet je naar dat land. En bovendien is er ook nog zo dat je, je moet rekening houden dat je al die formele, het hele formele traject moet je doorlopen. Daar moet er geld tegenover staan. En dat houdt ook in, ik ga eigenlijk een beetje te ver,
dat er iets aan de, met repatriation of repatriation moet ook aan de orde zijn. Want u moet wel wezen dat dus, ik... Dus u zegt dat het staat in de agenda. Een aantal keren gezegd, ik heb ook in de burgerinitiatief voor herstelbetaling voor januari 2017. Waar gevraagd wordt aan de Tweede Kamer voor een parlementaire debat, herstelbetaling voor mensenhandel, inclusief transatlantische slavernij. Wat staat er nog meer? Kolonialisme en dergelijke. Ja. Dat staat wel in de agenda. Nog sterker zal ik u vertellen, meneer Mustafa, nog sterker. U moet zich zo voorstellen dat ik misschien uit een koningshuis kwam in uit Afrika. Want het zijn niet alleen, het zijn koningen. Het zijn de rib is uit Afrika gehaald, de rib. De beste zijn uit Afrika gehaald, ja. En misschien had ik land. Misschien zou ik nu Mother Queen zijn of een chief van een groot land waar mineralen zijn. Al dat soort ontbeer ik. Dus als mensen zeggen van, je mag blij zijn dat je Europa bent. Misschien als ik wist wat ik had, blij zijn. Dus er moet een reparation fonds komen. Ja. Waar we dit soort zaken kunnen. En ik heb het al gehad over de ziektes, sickle cell, hoge bloeddruk en al dat soort geintjes. Dankjewel, Baruma. Helder. Dat staat in de agenda. Ik wil Baba en Quincy de gelegenheid geven om hier te reageren. Ik zie Quincy en Johan op. Quincy. Ja, ik denk dat als we het hebben over de politieke agenda, dan moeten we niet vergeten dat we nog steeds in het decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst zitten. Hè? Dus dat is uitgeroepen tot en met 2025. Nederland heeft geld toen de tijd op tafel gelegd en binnen een jaar was het geld op. Dus als we het hebben over op de politieke agenda zetten, wat betekent dat? Waar hebben we het over? Ja, internationaal decade for the people of African descent 2015-2024-25. Dus, en dan denk ik van, er is toen geld opzij gezet door minister Asscher toen de tijd. En vervolgens, wat we nog steeds zien, is dat er niet genoeg geld is. Wij worden het bos ingestuurd met een kruimel en worden verteld van wees maar blij. En dan omdat dat geen nationaal actieplan is. Want uit een nationaal actieplan moet je het doen. En dan ga je... Er is geen nationaal actieplan. Dus we zijn gewoon... In ieder geval. Precies. En dan denk je van... Oké, maar op het moment dat we het hebben over dat soort politieke erkenningen... Wat betekent dat in de long run? Want heel veel van die projecten die toen de tijd geld hebben gekregen... Wie kan hun naam nog noemen? Wie weet nog wat dat was? Oké. En daar moeten... Maar ik wil nog één ding zeggen, want als we het hebben over een soort van de politieke agenda, dan gaat het om eigenlijk het bevorderen en het erkennen van activisme dat constant nog steeds doorgaat. Ik bedoel, we hebben überhaupt de antidiscriminatiebureaus, omdat mensen toen de tijd in 83 hebben gezegd, wat Kerwin Duijmeijer, Kerwin Lucas is aangedaan, moeten wij niet zomaar laten gebeuren. En ik denk dat daar eigenlijk constant de investering eigenlijk zou moeten zitten, is nadenken en luisteren naar de people on the ground. Wie zijn de people on the ground? En hoe kunnen zij hetgene wat zij elke dag meemaken, hetgene wat hen eigenlijk toe beweegt om zichzelf te verenigen en te organiseren, hoe kunnen wij dat faciliteren als organisatie? En ik denk daar zit volgens mij heel vaak een punt waarbij er eigenlijk vanuit een paternalisme gedacht wordt van wij weten het wel beter, wij gaan de lijnen uitzetten terwijl we eigenlijk moeten luisteren en het juist andersom draaien. Ja. Wij worden betaald, bij wijze van spreken. Toch? Ja. Wij krijgen staatsgeld om uit te voeren om mensen te beschermen. Dus dan denk je van oké, als dat het geval is, dan moeten wij niet degene zijn die bepalen wat het is. Ja, dankjewel. Supergoeie toevoeging. Baba, kan ik jullie gelegenheid geven? Voordat ik een kort samenvatting maak, want we hebben een aantal dingen hier genoemd. Ja. Noemen we ook, maar ga je gaan. Wauw. Ik denk, ik heb heel veel dingen gehoord. En mijn hoofd is echt vol nu met veel informatie. Ik denk dat het... ik geloof zelf dat de strijd moet op allerlei fronten gedaan worden. En wat mevrouw Biekman zegt en wat Quincy zegt... Ik denk dat het dit gevecht is op alle fronten. Ja? Maar wat ik ook belangrijk vind om te melden, is dat om aan tafel te zitten als gelijkwaardige, moet je ook
die respect hebben om daar aan tafel te zitten, om met respect behandeld te worden als gelijkwaardige. Waarom hebben bijvoorbeeld de Joden echt goed gedaan, is omdat ze financieel onafhankelijk waren. Geld speelt ook een kwestie hierin. En ook, en daarom pleit ik. Ik ga dingen zeggen nu. Ik pleit dat als wij de gelijkwaardigheid willen aan tafel zitten om te zien, niet als mensen die komen met hun hand, dat we willen geld om iets te doen voor onszelf, dat wij ook, dat de empowerment structure moet veranderen in Nederland. In de zin van, bijvoorbeeld, ik heb te maken met ik zei één keer dat wij moeten onze eigen vakbond hebben. De zwarte vakbond. En mensen zeggen, maar dat is verdeeld. Ja, zwarte mensen hebben hun eigen vakbond. We hebben een eigen vakbond nodig. En als je praat over immateriële schade, denk ik ook dat een bank moet komen. Een reparatiebank. Waar zwarte mensen, mensen van Afrikaanse afkomst, een soort lening kunnen krijgen met lage rente om hun eigen bedrijven te kunnen starten. Want als ik naar de normale bank ga, krijg ik het niet. Het zijn allemaal dingen die moeten in orde komen voordat wij echt de stappen kunnen maken. Want als die reparatiebank komt, de vakbond voor zwarte mensen, en een andere ding die ik zou belangrijk vinden, is ook dat 10 jaar lang, want als de slavernij in 1863, zeggen ze dat 1863 afgelopen, maar Nederland ging 10 jaar door, tot 1873. Dus ik zou voorstellen, 10 jaar lang moeten ze scholarships geven. In alle landen waar ze zijn geweest, in Nederland, scholarship geld beschikbaar stellen voor de jonge generatie van nu, om uit de armoede te kunnen komen. Want het is hun toedoen dat veel van die mensen zitten in armoede. Dus er moet een soort systeem komen, onderwijssysteem, wat wij hadden hier, studiefinanciering, wat dan ook, waardoor een bepaalde groep mensen echt kunnen alles kunnen studeren. Dat moet ook in de landen zijn waar ze geweest waren. Suriname, de Antillen, moeten dat soort structuren inzetten waardoor dat mogelijk is. Drie goede concrete voorbeelden als wij over immateriële reparatie hebben. Nu heb je eigenlijk een aantal dingen genoemd die niet per se verbonden zijn aan een financiële vergoeding, maar beleid heb je genoemd bijvoorbeeld. Je hebt ook een instituut genoemd als een bank die dat ook zou kunnen kan faciliteren, maar ook een langdurig proces. Dat mensen van één niveau naar die andere niveau zou kunnen gaan brengen. Is dat wat wij ook bedoelen als immateriële reparaties? Ik kijk naar Quincy en Barry Bigman. Is dat ook wat wij eigenlijk bedoelen? Ik denk het wel. Ik weet nog dat ik toen de tijd met het schrijven van het programma van de politieke partij waar ik bij zat, ik ga geen namen noemen, daar heb ik voor gepleit om de studenten die van de eilanden komen gratis naar Nederland onderwijs te kunnen laten volgen. Want als we het hebben over reparations, dan moet het nog steeds hebben over de eilanden die nog steeds gewoon bezet zijn. En nog steeds behandeld worden alsof ze kolonies zijn en geen eigen zelfbeschikkingsrecht hebben. Geen eigen autonomie hebben. En op die eilanden zien we nog steeds dat ook al zijn ze zogenaamd geen kolonies meer, dat er op een koloniale manier wordt gehandeld en op een koloniale manier dingen die opgebouwd zijn, gewoon afgebroken worden. We hebben nog steeds te maken met het feit dat op Sint Eustatius er een watertekort is. We hebben nog steeds te maken met het feit dat op Bonaire, de eilanden, dat 10% van het eiland is opgekocht door een of andere Twentse ondernemer. Hoe kan dat vandaag de dag? We hebben nog steeds te maken met het feit dat je op Curaçao nu op bepaalde plekken in het Nederlands aangesproken wordt als je naar binnen stapt. Omdat het weer gecommuniceerd wordt. En dan denk ik van, als we het hebben over reparations, als we het hebben over immateriale reparatie, dan gaat het ook over het ondersteunen en het nadenken van hoe kunnen wij deze recolonisatie stoppen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de autonomie die opgebouwd is en waarvoor is gevochten, nog steeds intact blijft en verder uitgebreid wordt? Want daar hebben we het nu over. Dat we niet constant projecten opzetten die als tokens ingezet kunnen worden en uitgebreid kunnen worden, om juist iets anders teweeg te brengen dan wat wij willen. Wij moeten niet... Zou dat nou dan voor die huidige generatie en de toekomstige generatie, is dat wat jullie nou dan bedoelen? Dat zijn de... waar de focus moet kan liggen, dat is wat je net benoemde. Ik denk dat wij, als we het hebben over immateriële reparaties, dan moet het een onderwerp zijn
dat zo gevaarlijk is voor de dominante groep om mee te dealen, dat ze niet weten wat ze ermee aan moeten. Gevaarlijk in welke zin? Gevaarlijk in welke zin? Dat alles wat wij voorstellen hun macht eigenlijk ondermijnt en afbreekt. En daar gaat het eigenlijk om. Want als we het hebben over immateriële reparaties, dan gaat het over het herstellen van een inbalans dat historisch geankerd is. En dat is hem dus ook. Ja. Ik wil eigenlijk een vraag stellen even aan Baba. Mag ik maar even een moment? Want ja. Baba, ik weet dat jij heel veel reist in Afrika. Je hebt ook met verschillende groepen te maken. Verschillende mensen, ook uit Zuid-Afrika, uit Kenia, met de Maasai-mensen. Je bent ook bezig met de Ubuntu-filosofie. Dat is ook een andere manier van ingaan. Ook in West-Afrika met de Madingo, met de Wolof-familie. Als wij over reparatie hebben. Mensen die vanuit dat gebied naar een ander gebied zijn gegaan. Je noemt net twee concrete voorbeelden, hoe instituten, hoe landen die ieder dat gedaan hebben bij deze mensen. Er is ook een lijn dat getrekt kan worden, richting deze kant op, waar organisaties, bedrijven en overheden vanuit hier daar al projecten, plannen kunnen kan opzetten, zodat de reparatie al van start zou kunnen gaan? Ja. Nou, mooie vraag, Mustafa. Het is lang, ik maak het kort. Ik denk dat we kunnen een voorbeeld nemen van de Truth and Reconciliation Commission dat Desmond Tutu heeft geleid in Zuid-Afrika. Ik denk dat dit moet op een groter thema zetten in Nederland. Om dit thema te kunnen behandelen, moeten eerst een soort waarheid en verzoeningscommissie opgericht worden in Nederland. Ik heb dit eerder een paar keer gezegd, mensen lachen mij uit. Maar net als wat Quincy zegt, zo moeten we iets doen wat mensen afschrikken. Dan zeg ik, waarom hebben we dat nodig? Ja, wij hebben, ik kan jullie geruststellen, alles staat al op papier. Door middel van participatief overleg hebben we jaren geleden, tot en met de dag van heden, hebben we zoveel op een rijtje gezet, zoveel verzameld, dat we eigenlijk, alles wat jullie hebben genoemd, staat al op papier. Dus wat dat betreft hebben we heel veel. En over Afrika, inderdaad, we kennen de Abuja Declaration. Daar staat heel uitgebreid alles. We kennen de Zambia Declaration. Dat gaat allemaal ook overstijgend het continent. We kennen het Libië, de Libië Declaration. We kennen de CARICOM. Nu kennen we ook CARICOM Declaration. We kennen ook in de Verenigde Staten hebben we de ENCOBRA. Er is nu zo verschrikkelijk veel. We hoeven niet meer na te denken. We hoeven alleen maar te kijken van wat wel, wat niet. En wat zo allemaal in Nederland. En meneer Mustafa, want mijn bezwaar is dat we iedere keer aan het inventariseren zijn. Wat zo nog dit, wat zo nog zus. Er is al heel veel op papier. Er is zelf een initiatiefvoorstel, Nationaal Actieplan, Durban Declaration Program of Action, een initiatiefvoorstel, VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst, een initiatiefvoorstel, heeft het gezien, een burgerinitiatief, Reparatory Justice, met allerlei toeters en bellen. Dus wat dat betreft, er is zelf een organisatiestructuur klaar. Vanuit verschillende aspecten. En dus wat je eigenlijk nu zegt, Barry Bigman, is dat we have to, hoe zeggen mensen dat, walk the talk, walk the walk. Walk the talk, walk the talk. The talk. Ik heb in mijn presentatie heb ik een aantal dingen laten zien. Ja? Het is geen tijd meer om te filosoferen. We moeten nu is de tijd. Reparations now. Ja, en ik heb het gehad over dialoog. En we moeten, dat is zelf reparations. Dus wat dat betreft. Als ik nou één ding moet zeggen, om dit even, want het is waar dat alles staat op papier, alles staat gewoon vast, maar is nog steeds niet in beweging. Moeten we reflecteren naar onszelf? Waarop gebeurt het niet? En wat Quincy zegt, misschien moeten we nog op andere hoogte nemen. Waarom het niet gebeurt? Omdat u het niet wist. Okay. Daarom is het nog niet gebeurd. Maar het heeft te maken met een gecoördineerde, gestructureerde, samenhangende aanpak. Heeft ook te maken met respect dat iets er al is. Kijk, als je weet, er is een initiatiefvoorstel.
wat te maken heeft met wat anderen noemen een black manifest of een zwart manifest. Wat zegt de overheid? Mevrouw Biekman, ik heb hier een zwart manifest en ik heb hier een initiatiefvoorstel. Maar we kunnen niet alleen met dit, we moeten met dat. Hoe gaat u dat doen? En dan denk ik dat op dat moment, als we elkaar roepen van kom, wat heb je? Hoe kunnen we het integreren in één geheel? Maar als je zelf ermee gaat lopen naar het ministerie, is het ministerie blij, want het ministerie zegt, ja, maar kijk, we hebben ook dit, en we hebben ook dat, en we hebben ook zus en roos. En nu hebben we onze meneer Baba, die wil een bank hebben, terwijl... We... Nee, maar hij wil een bank, wij hebben ook iets van een museum zelf, hebben dit, we hebben een dat, maar... We willen ook een instituut hebben, maar tegelijkertijd zit Ninse in de gevarenzone. Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis zit in de gevarenzone. Ik snap wat je zegt, mevrouw Biekman, dat wij de draagvlaggen moet gezocht worden en collectief actie genomen worden, zodat meer sterker krijgt. Ik snap het. En ik ben heel blij met al jullie inbrengen. Ik kan hier tot middernacht praten. Ik heb tegen Benis gezegd, ik heb tegen mijn collega's, hou rekening met wat jullie zeggen. Dus ik wil eigenlijk richting afronding een beetje. Het is een heel inspirerende bijeenkomst. Voor de mensen die te later zijn binnengekomen, deze panelgesprek ga je nog volgen, ga je nog nakijken op ons Facebookpagina. Maar alle panelleden, ik wil jullie bedanken voor deze bijeenkomst. Ik heb jullie ook gevraagd, hè, ik weet niet of dat jullie in de gelegenheid zijn geweest om een kleine quote of een gedicht voor de rest van ons mee te geven. Of afsluiting, of als je dat niet gedaan hebt, dan vraag ik je toch om... iets kort samen te vatten of wat je kan meegeven van alle mensen die nu kijken, voor ons als organisatie of voor alle mensen die in de samenleving dit thema echt aanraken. Voel je vrij om je kleine bijdrage aan ons te geven. We zijn sowieso heel dankbaar voor jullie input en ook voor jullie inzet in de samenleving en ook voor jullie moed. Want dat is een enorme moed om met dit thema aan de slag te gaan en ook te schrijven voor de krant en ook initiatieven te nemen en naar de Kamer te sturen en ook partijen te leiden en ook onder de mensen te zijn. Het is echt respect voor jullie. Ik begin alvast. Okay, ik zeg het alvast. En mijn afsluiting. Ik zeg iets. Dat is niet wat je meeneemt. Niet wat je meeneemt. Maar wat je achterlaat is de zin van het leven. Dat is voor mij de bron. Niet wat hij meeneemt, maar wat hij achterlaat. Dus daarom is instituten achterlaten veel belangrijker dan wandelen ook. En ik ben ook met Dr. Biekman eens dat de instituten moeten gewoon sterk achtergelaten worden. In de zin van. En daarom pleit ik dat misschien, het is wat ik nou meemaak en zie en hoor hier, het is beter ook om bij elkaar te komen waar. Misschien moeten we een burgerberaad hebben onderling. Eerst om alle concrete stappen oprecht te hebben. Dat alle hoofden in één richting is. In plaats van splintergroepen die allemaal andere ideeën hebben. Daar ben ik mee eens. En dat wil ik even afsluiten daarmee. Dank u wel, Baba. Quincy, mag ik je het woord geven? Ik zou willen pleiten om... Aan de ene kant inderdaad van elkaar op de hoogte te zijn van waar iedereen mee bezig is. Maar ook elkaar de ruimte te gunnen om op dienst eigen manier uit te voeren. Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat het een multi-front aanpak is. En dat we juist ook door die multi-front aanpak veel verder kunnen komen. Dus het moet zo wel gebeuren dat we ervoor zorgen dat het Ninse niet elk jaar weer subsidie moet aanvragen om de afschaffing van slavernij te herdenken. En dat er in de geschiedenisboeken ook een pagina komt met het gezicht van mevrouw Biekman, bij wijze van spreken. Snap je? We moeten ervoor zorgen dat we ook zorgen dat op de eilanden
ziekenhuizen niet gedwongen worden om te bezuinigen, zodat ze geld krijgen om de pandemie tegen te kunnen gaan. Dat soort zaken, daar moet het eigenlijk over hebben, als we het hebben over die immateriële reparaties. Het moet verder gaan dan wat we vandaag de dag kunnen zien, ook wat we achterlaten en hoe mensen bouwen op wat we achterlaten. Dus daar zou ik mee willen eindigen. Dankjewel. Mevrouw Biekman. Ja, het was me waar genoegen om hier aan deel te nemen. Bernice, gefeliciteerd. En ik vond het prachtig met die twee heren dit te mogen doen. Eerlijk. En Mustaf, ik vond het ook geweldig dat jij het hebt geleid. Ik zou het willen koppelen wat die beiden hebben gezegd in de volgende uitdrukking. Truth has the inherent power to produce the promise effect. Prachtig. Baba Tarawali, Queen Sigario, Dr. Biekman, ik dank jullie hartelijk voor jullie aanwezigheid vanavond. Ik dank jullie wel voor jullie inbreng. Ik dank jullie wel voor jullie motivatie en wat jullie voor de samenleving en voor de gemeenschap doen. Jullie staan ook in de geschiedenisboeken. Jullie staan ook letterlijk in de samenleving. Onder instituten, onder ADV's, onder alle instanties hier in onze samenleving. Niet alleen in Nederland, maar ook in Afrika en ook in de Caribische eilanden. Ik dank jullie wel. Ik geef Dennis graag het woord ten afsluiting. Nou, de panel was veel mooier dan ik had bedacht. En ik zou net als Mustafa ook tot middernacht kunnen doorgaan. Ik hoop dat wij een manier vinden om deze discussie voort te zetten. Kijk, het werk bij een ADV is complex. Het registreren van meldingen van discriminatie. Want elke melding is eigenlijk een slecht nieuwsgesprek. En de enige manier om dat te keren, denk ik, is bewustwording. En zoals jullie alle drie hebben gezegd, om met elkaar in dialoog te blijven, informatie uit te wisselen, debatten te voeren. Ook kritisch naar artikel 1 Midden-Nederland toe, want wij doen ons best, maar het is alleen met de kritische reflectie, ook van buiten de organisatie, dat wij op norm zullen blijven. Dus langs deze weg een uitnodiging om over een aantal weken of maanden dit gesprek voort te zetten. En dat we vooral gaan bouwen samen aan wat we gaan achterlaten. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Dus mijn dank is enorm. Fijne avond iedereen. Dankjewel Bernice en dankjewel iedereen voor het kijken. Wel thuis en een fijne toekomst allen. Dank jullie wel. Dankjewel. Bedankt allemaal. Dankjewel. Hey, ook bedankt, Cheryl. No problemo, Alex. Ik ga me afsluiten, jongens. Bedankt. Dankjewel, dank jullie wel. Super. Fijne avond. Dabde, dankjewel.